In dit project hebben wij daglicht ingezet om constant een verband te leggen tussen het interieur van het gebouw en het exterieur van het gebouw. Dus op ieder moment hebben we eigenlijk overal gezorgd dat door middel van daklichten en grote raampartijen je verbonden bent met buiten. En dat er licht binnenkomt, voldoende licht, maar ook verschillende types licht. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat door middel van een biophilic lichtinstallatie ontworpen door Beers Nielsen, lichtontwerpers, er ook een verband wordt gelegd met de natuur. Niet precies geïmiteerd, maar te benaderen. Het resoneert als het ware in de installatie. Dat is iets wat je ervaart als je binnen zit in het restaurant. En wat je eigenlijk ook na verloop van tijd pas zult merken. Het is subtiel, het verandert langzaam. En het kan ook veranderen naar gelang de jaargetijden veranderen. We staan hier op de Hoge Veluwe. En wat ik eigenlijk waanzinnig mooi vond aan dit gebouw is de manier hoe je eigenlijk continu in contact bent met wat er buiten het gebouw gebeurt. Minpunt dan misschien, we zien hier achter ons twee punten. En die tweede ervaar je toch wat minder goed. Dus daar ben je de vorm die je van buiten herkent, ben je binnen een klein beetje kwijt. Dus een beetje zoeken naar de vorm.